De Autovrije Zondag bestaat al heel lang. Elk jaar laten steden in heel Europa auto's verdwijnen om mensen te laten verschijnen. En toch bestaan er nog altijd enkele hardnekkige clichés over deze vrolijke traditie. Tijd voor een factcheck. Je hoort wel vaker dat handelaars alleen goede zaken doen bij mensen die met de auto komen. Zien ze voetgangers en fietsers daarom minder graag komen? Of betekent dat dan dat handelaars op een autovrije zondag zonder al die auto's dus verlies draaien? Wij gingen iets horen bij Anneleen in de Onze Lieve Vrouwenstraat in Mechelen. Dag Anneleen, wat is jouw specialiteit? Wel, wij zijn De Stek. Wij zijn een bloemen- en plantenzaak hier in het centrum van Mechelen. En daarbij combineren wij dat ook met een leuke koffiebar. Heb je net meer of minder passage tijdens Autovrije Zondag? Wel, onze straat is autolu. Dus wij hebben hier altijd wel een beetje een autoloze zondaggevoel. En wij hebben sinds dat de straat open is alleen maar meer passanten van fietsers en voetgangers. Dus wij zijn daar echt heel blij mee. Vind jij dat wandelaars en fietsers betere klanten zijn? Zeker. Qua sfeer en gezelligheid is het hier enorm op vooruit gegaan. Zeker als je het vergelijkt met alle auto's die hier vroeger door de straat reden. En ook op onze omzet heeft het geen verschil, dus voor ons werkt het in ieder geval. Dag Caro, je werkt bij Unizo. Wat vind jij van de Autovrije Zondag? Ik vind het een top initiatief, omdat het lokaal winkelen in de kijker zet. En als er iets is wat we bij Unizo zeker willen stimuleren, is dat er terug meer lokaal wordt geshopt. Dus top initiatief. Dat is duidelijk. Fietsers en wandelaars laten de kassa minstens even vaak of zelfs vaker rinkelen. Een Autovrije Zondag brengt heel wat extra volk op de been. En dat is ook goed voor handelaars.